Hey YouTube vrienden en welkom bij een nieuwe aflevering met Jordi en Jelle door de Bush Bush. We staan nou, bijna bij een verlaten huis. Ja, dat is ook weer waar. Ja, dit huis is niet verlaten hier. Dat is nieuwbouw. Maar daar achter de bult. Dat nog een dikke villa of wat het ook geweest is. En we gaan even kijken wat hier nog te ontdekken valt. Het is vandaag 15 oktober en wij lopen in een t-shirt, want het is hier 20 graden. 21 graden op zo'n billboard staan. Apart joh. Nou goed, we gaan beginnen aan de locatie. En ik ga hier langs. Eerst hier even kijken. Volk. Een douche. Hier zo. Een wc'tje. Hier zo. Oh. Laat je niet kist, Jelle. Ja, hij is echt de hele dag aan het pissen. Ik kan hier een torentje in. Oh, het begint ook net te regenen, maar het is wel zo lekker weer. Moet je kijken, jongens. Hupsakee. En ze zijn dus wel echt bezig hier met graven en alles. Ah, je kan een stukje van dit torentje hier naar boven. Kistjes en karretjes. Meubeltjes en spullen. Zo, dat ziet er leuk uit. Kijk dan. En een vleugel. Vet. Heel vet. Daar hebben we de master. Mieke heeft een. Is dit kopie? Is dit kopie? Zag ik al. Is dit kopievrije muziek? Anders mag ik het niet gebruiken. Oké. Okay. Wow, zo'n open haartje. Met de foto's. Van twee matakkes. Ja, er stond een kraantje hier inderdaad. En de plaatjes. Hoe spannend. Een dikke kist. Ah, de koeling. En een kelder. Wat vies. Wacht, ik kan niet van kelders. Hier ook weer een toilet. Wow, dit is groot. Spinnenwebberig ook, gaat verder. Oei, bah. Is groot geweest. Ik zal liever nog een trappetje omhoog om naar de nok toe te komen.
kacheltje. Zo, dat is oud, hè? Universiteit. Wat een huis. Villa, mansion, kasteel. Hoe je het ook mag noemen. Oh, is een soort kantoortje geweest. Kijk dan. Ja, heel vet. Ja. Wapens. Free Factory 70. Oh joh, wat is dit nou? Lampen erin. Oh, tapot. Als iemand weet wat het is, laat het even weten in de reacties. En we gaan weer verder, de deur waait er dicht. Nog een wc's, hadden veel wc's. Oh, allemaal. Zo. Ja, dat is nog steeds met die piano. Te kloten. Kijk dan. Oude parfum en luchtjes. En iets wat geen parfum is, denk ik. Ziet het er niet uit. Hallo? Wat röntgenfoto's. Ik denk dat dit een soort kinderkamer is geweest. Vist het nog op je. Röntgenfoto's. Is op echo gemaakt. Is het een soort doktershuis misschien geweest? Dat hebben we eerder gezien, hè? Ook zo'n grote villa mansion. Ze hebben hier wel katten gehad. God, dat stinkt. Zo'n lieve spiegel. We gaan nog hoger naar het huis, hè. Het is echt niet helemaal groot. Voor degene die het misschien wil kopen, je hebt houtrot. En mosseldak. Dat is wel mooi genoeg. Nog meer kunst. Kunstvilla is dit, joh. Allemaal vrouwenfoto's en dingen aan de muur. Apart, joh. En de koelkast, want er moet natuurlijk ook gedronken worden. Nog meer kunst. Jelle van Insta. Dit is de kinderkamer geweest, denk ik. Met de rundgangfotos. Wat een gek huis, hè. Zoveel dingen staan er nog. Zoals hier op de grond ook nog een koffertje. Gewoon dat soort dingen. Ja, die piano gewoon zo midden in de ruimte. Dat is echt super vet. Maar ze zijn hier al wel bezig. Dus ik denk dat we net op tijd zijn
En natuurlijk, een paar jaar geleden stond dit er nog veel mooier bij. Maar ja, we kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. En zo lang doen we het ook niet. Nog niet. Dus wat doen we, dat we het langer gaan doen. Al die flessen, jongens. Heb ik die ruimte hier nog tegenover. Net kijken. Oh, en dat torentje natuurlijk. Die was ik haast alweer vergeten. Kijk. Oh, daar hangt de boiler. Oei, joh, er is nog hele ruimte hier. Hé, hey, wacht. Hè? Huh? Hoi. What the fuck, ik ben gewoon weer. Ik dacht, dit is een soort zoldertje boven die andere ruimte, maar dat is dus niet. Nou, goed, ik ga even naar beneden. Grappig als je dit hebt, ja. Ja, het lijkt een beetje op een torentje. Wow, zo mistig was het net in de verte, zo mooi is het nu. Hoe bizar. Een garage. Ze hebben zelfs nog een garage. Helaas geen dikke vette oldtimer erin. Maar wel een dikke vette speeltent. Ook leuk. Toch? Wow, hier nog meer kisten. Wow, yo. Ah, ze hadden hier wel wat ondersteuning nodig. Oh, dan kom je hier weer uit. Voordat het instort. Gaan we naar deze kant nog even kijken. Ja, ze zijn gedrukt met de grond bezig hier. Oké, okay, mensen, dank jullie wel voor het kijken. Dit was weer de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Wat een bizar huis was dit, joh. Echt. Kijk dan ook als ik er zo voor ga staan. Met mijn dikke kop zie je het huis niet. Nee, dat is grappig. Nou, eigenlijk niet. Nou goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, die blauwe duimpjes omhoog te doen. En dan zeg ik voor nu, ik check jullie later.